Welkom terug bij het deeg uitrollen. Dit is eigenlijk het taart opmaken. Dit is het hele deeg. Dit is voor mij 1, 2, 3 taarten. Dus ik ga er alvast een stukje afsnijden zodat ik het niet alles tegelijk hoef uit te rollen. Normaal gesproken pak ik daar mijn deegschrapers voor, maar die kan ik even niet vinden. Ik kijk nog even heel snel. Helaas, het wordt een pannenlikker. Dit leggen we van de kant. We beginnen met ongeveer een derde van het deeg. Heel even doorkneden. Zetten we de gluten nog even aan. Klein beetje rekken. Je voelt ook dat hij dan wat stugger wordt weer. Het deelt de lucht weer wat mooier die hij heeft opgebouwd in de tijd dat hij heeft staan rijzen. Zo krijg je zo meteen mooie kleine fijne luchtbelletjes. En niet zoals bij brood van die wat grotere luchtbel, maar je wil zo'n fijn mogelijke structuur houden. Dus je mag hem best wel even goed kneden en dan flink uitrollen. Bloem je werkbank even in als je gaat uitrollen. Gebruik niet te veel bloem, dan verander je gewoon het recept. Draai maar om, dan heeft hij alvast bloem gepakt, dan plakt hij wat minder. En hij mag best dun, want hij gaat rijzen in de oven nog. En we laten hem zo nog 10 minuten rijzen voordat hij de oven ingaat. Dus wees niet bang dat je deeg te dun wordt, eerder dat het te dik is. En je ziet ook dat het deeg heel elastisch is. En dat betekent dat de gluten goed ontwikkeld zijn, dat die eigenlijk elke keer weer terug wil naar de bal. Ja, dan moeten we wat harder duwen. Probeer hem meteen rond uit te rollen. Of in ieder geval in de vorm van je bakvorm. Normaal gesproken rond, maar als je een vierkant hebt gekozen, kan het natuurlijk ook. Ik voel me niet helemaal gelijkmatig, aan de buitenrand is hij nog te dik, dus dan gaan we nog even. Nog een keertje uitrollen. En je ziet, hij rekt nog steeds terug, als ik hem even laat liggen, trekt hij helemaal terug naar een kleinere vorm, maar blijft rek houden. Nou, wat zal het zijn? 3 mm. 2,5, 3 mm dik. Het is een minder mooi plekje, rollen we hem even extra. Zo, dan gaan we beginnen met de grootste pan. Ik gebruik gewoon deze pannen als flyvorm. Ze zijn helemaal staal, dus het maakt niet zo heel veel uit. Ze hebben anti-aanbaklaag, dus ze plakken ook lekker niet. Leg het eroverheen. We laten hem voorzichtig in de vorm glijden. Probeer zo min mogelijk lucht eronder te krijgen. We gaan hem zo wel prikken. Om te zorgen dat hij sowieso niet omhoog komt. Maar hoe minder lucht er nu onder zit, hoe minder lucht er onderuit hoeft. Zo. Dat is vorm 1. Ik pak even een vork.
En met een anti-aanbaklaag is, ga ik heel voorzichtig prikken. Niet krabben in ieder geval. Dit zorgt dus dat de lucht, als er nog lucht onder zit, die gaat uitzetten tijdens het bakken. Vooral hier heb ik lucht, dat zie ik ook. Prik even raadjes in. En dan kan die lucht eruit. En dan gaat niet mijn taart omhoog staan. Ik begin met deze als appel. Ik heb hier mijn uitgelekte en gestoofde appel. Die scheuren we even goed uit, zodat het laatste vocht eruit is. Ik leg een heel klein beetje van de banketbakkersroom onderin. Gewoon omdat ik het erg lekker vind. Dus je kan het zelf bepalen, je kan het wel of niet doen. Ik smeer gewoon een heel dun laagje onderin. Ik neem nog een heel klein beetje vocht op eventueel. Het beschermt de bodem een beetje van het vocht van de appels. En het geeft een klein beetje smaak aan de fly in zijn geheel. Zo, appels zijn goed uitgelekt. Als ze wat minder uitgelekt zijn, kan je ze ook nog wat paneermeel of custard poeder aan toevoegen. Dat pakt dan nog een beetje het extra vocht. Ik denk dat het in dit geval wel goed gaat komen. En zo niet, stralend falen is Joodse motto. En dat gaan we gewoon lekker overnemen. Dit moet nog 20 minuten staan voordat het de oven in mag. Dus het kan nog een heel klein beetje narijzen. Als je appels koud zijn mag dat ook. Dat is voor mij zelfs beter. Dus ik probeer gewoon in één keer door te gaan, dus ik doe het even zo. Ik probeer het een beetje netjes aan te smeren. En dan komt er zo nog een laag kruimels overheen. En dan is deze taart klaar. Fly. Snij de zijkant even weg met de achterkant van een mes. En zo is hij overal. Even hoog. Dit gaat weer terug bij mijn andere deeg. We zetten deze van de kant. Dan beginnen we aan fly nummer 2. Ik pak gewoon even de bol eraf. Zit de helft. Zo. Ik pak even iets meer als de helft, want als er overblijft, kunnen we het gewoon weer terug doen. Dus dan maakt het toch niet uit. Maar als we te weinig hebben, is dat wel een probleem. Dus ik neem even door. Lucht eruit. Mes aan de kant, zodat we onszelf niet snijden tijdens het uitrollen. Pan gebloemd. Oh, rozijntje. Ene kant gebloemd van de bal, andere kant gebloemd van de bal. Nou, dit wordt een wat kleinere fly, want ik heb geen 4 grote koekenpannen. Dus ik heb nog een kleine koekenpan en nog een leuk klein ovenschaaltje kunnen vinden. Het makkelijke van een fly is dat hij dus krimpt in de oven, waardoor je dit soort schaaltjes kan gebruiken terwijl er gewoon van die ribbets in zitten. Waar zou je natuurlijk normaal je deeg aan vastzitten. En dan krijg je hem nooit meer uit die schaal, waarschijnlijk bij dit net wel. Daar gokken we in ieder geval op. Op een gegeven moment voel je dat hij zijn weerstand een beetje opgeeft. En dat hij zegt oké,
als het moet, dan moet het. En dan gaat hij ineens wel rekken. Maar in het begin wil hij niet echt. Dus je moet het deeg een beetje overtuigen. Dit is groot genoeg. Ingevette flyvorm. Hele vrije interpretatie, maar... Als er een fly in zit, dan is het daarna een flyvorm. Als hij lukt, hè. Als hij niet lukt, dan is het geen flyvorm. Weer prikken. Dat is geen... Bellen onder de taart krijgen en een heel raar hol taartje krijgen. Je kan de banketbakkersroom eigenlijk even loslaan in een pannetje of in een kommetje. Maar ik heb al mijn kommetjes inmiddels in gebruik. Dus we doen het gewoon even zo. Probeer wel zoveel mogelijk mee te nemen. Zodat je het niet voor niks gemaakt hebt. Dit wordt mijn vers fruitfly. Dus er mag best wel een laagje banketbakkersroom onderin liggen. Zo. Het had zelfs nog wel wat meer mogen zijn, maar ja, we hebben net wat gebruikt voor de appeltaart. Dus we kunnen net een klein beetje te kort, maar dat maakt niet uit. We nemen de achterkant van het mes weer. Dit gaan we weer voor de laatste fly gebruiken. En dit kan weer 10 minuten tot een kwartier rusten. Dan beginnen we aan de laatste. Ik neem het even zo snel door. De hoek. Ik doe het even op de hoek, want ik had mijn bank al gebloemd en ik wil niet dat er te veel bloem in mijn deeg verdwijnt. Nou, dat is doorgekneed. Ik denk dat ik genoeg heb voor nog een flyer na. Maar je kan nooit te veel flyer hebben. Maar je ziet, hij wil nog niet echt rekken, dus het is, hij heeft nog een beetje overtuiging nodig. Thank you.
hij is groot genoeg nu, maar ik vind hem nog niet dun genoeg. Dus vandaar dat we nog even doorrollen. Elke keer vanuit het midden rolt, dus op een gegeven moment het midden dun genoeg. En dat is toch wat je gaat gebruiken. Dan blijf je afsnijders misschien wat dikker, maar dan heb je daar niet je energie heel erg in gepompt, terwijl het toch niet gebruikt gaat worden als in je fly. Dus rol vanuit het midden naar buiten. Dan is het stuk wat je nodig hebt als eerste klaar. Kijk, zoals je ziet. We hebben hier toch veel rand over. Dat er nog een beetje lucht onder zit. Ik probeer dan een beetje extra deeg te geven. En dan kan je het zo uitduwen. Zo. Dit zou moeten zijn. Ik vind dat het deeg iets te dik is. Nee, daar gaan we nu niks meer aan doen. Het is wat het is. Hier hebben we de rijstvulling. Die kan er gewoon nu in. Die bakken we gewoon mee. Nou, ik heb wat passievrucht. Dat ga ik opleggen. Dus zoals je ziet, is hij eigenlijk net te hoog. Dat doe ik. Ik probeer hem gewoon nog even een beetje bij te trimmen. Ik ben niet echt als er een klein randje op zit. Om er nou een rand van 1,5 centimeter op te laten zitten, vind ik dan weer overdreven. Haal het er meteen af, anders valt het alsnog in je vlaai. Tien minuutjes laten staan. En dan kan hij met de rest van de vlaaien erover in.